Dag Geert. Dag Makker, alles goed? Hoi allemaal. Zoals jullie zien, zitten we deze keer in een boot. Een totaal andere visserij die we meestal doen. Nu, waarom zitten we in een boot? Mijn goede vriend Filip heeft me uitgenodigd om wat tips te krijgen. Een van mijn eerste tips voor Filip is: probeer zoveel mogelijk met standaard rigs te vissen. Zeker op deze water. De dressuur heeft hier nog niet echt toegeslagen en hier zit een behoorlijke massa vis op. Ik zou zeggen een onderlijntje, ergens tussen de 20 en de 25 centimeter. In mijn geval altijd een longshank erop, haakje 6. Tegenwoordig vis ik ook vaak met sneeman. Dus ik ga een sneemannetje monteren op één engel. Op de andere engel monteer ik gewoon een standaard bolie, een zinkende bolie gewoon. Waar ik wel ga op letten is dat ik mijn hengels zo kort mogelijk tegen de obstakels uitvaar. Waarom? Die obstakels weet ik dat er behoorlijk veel mossels op groeien. De vissen die nog aan het azen zijn, die gaan die mosseltjes gaan consumeren. Hoe korter je erbij vaart, hoe rapper het gewoon gaat aflopen. Zeker in de winter heel belangrijk, zo kort mogelijk in de holding area vissen. Ik ga nu aan Filip tonen wat eigenlijk mijn favoriete presentatie is voor deze tijd van het jaar. Het is koud buiten, naar geestig weer, temperatuur van het water ligt rond de 10 graden. Mijn favoriete montage in dit geval is eigenlijk een sneeuwmannetje met een oranje pop-upje. Daarvoor neem ik deze oranje pop-upjes. Ik verkies voor het ogenblik iets van fruit. Wat ik doe, is een klein pop-upje nemen. Al op de naald schuiven. Even aan u hier, Filip. Neem ook mijn schaartje. Een bolietje, 14 mm, niet groter in deze tijd van het jaar. En ik snijd er een klein stukje af. Zo. Waarom doe ik dit? Dat matcht beter met het pop-upje. En geeft iets meer attractie af. Zo. Nu nemen we de montage. En schuiven er alles gewoon terug op. Zo. Waar ik ook voor zorg is dat er steeds voldoende plaats is tussen de haak en het sneeuwmannetje. Dit komt zo mooi rechtop te staan in het water, waardoor het net iets meer een visuele prikkel ook geeft voor de vis en misschien kan leiden tot een aanbeet. Wat ik ook vaak doe in de winter, is een stringer maken. Als extra attractie rondom het AK's. Dit is eigenlijk heel simpel. We nemen gewoon PVA-koord. PVA-stringdraad is dat eigenlijk. We doen er een stukje vanaf. Zo. Knippen dit. Ik leg er altijd een knoopje in. Kun je er iets verder mee werpen. Zonder dat je bolies er eigenlijk volledig afschuiven. Oh, klein knoopje erop. 1, 2 bolies. En ook tijdens de winter nemen die gesookte aminolbolies, minaminobolies of iets van andere sook. In dit geval minamino. We nemen een paar van die gebroken bolies. En we schuiven dat erbij gewoon ook op de stringdraad. Zo, niet te veel. 2 bolies, 1 bolie gebroken. En klaar. Wel opletten
dat je steeds voldoende ruimte laat op de stringdraad. Waarom? Anders kan de stringer niet oplossen in koud water. Maar water is ontzooien, voilà. Dat is 1 kilo, dus gaan we door goed weg inpakken, dat ze goed kunnen eten. Dat de jongen sterk stond voor deze nacht. Als dat blijft, voilà. Als je met een karpervisser hebt, die zijn allemaal goed voor het vissen, maar niet voor het koken. Dat is op. Fungeren dat ze goed gediend zijn. Nou, mag ik dat deksel op de kassuur zetten, zodat dat zooit. Want dat moet ook enkele minuten zooien. Voilà. Mijn saus. Ik moet gewoon wat dit zetten, dat ook kan zooien. Van een goede saus, dat moet zooien. Hè. Kurt, dat net geven, hè? Zij dus jongens. Dat zijn luxe kerpervissers. Mooi. Ik ken hem geren ze. Maar hij kan het. Als ik ze goed kost kuiken, als hij kost vissen. Mag ik een keer ruiken? Ja, maar dat gaat dat niet kosten. Oké. Okay. Zo dus als je een kulperken hebt, laat hem maar boven over. Kom dan anders door, je mag zelf proeven. Als ik die visjes mag naar boven over. Niet terugspieken, hè? Ah, oké. Okay. Proef zo. Dat is veel zark, hè? Hier kom ik terug. Oh, dat is hier warm, hè? Was toch mooi. Hey. Anders krijgt hij dat tentje, hè? Ik ga mijn tent wegdoen. Mijn tent die vliegt buiten. Ik ga nog even met een boot kopen. Ja, wel, ja, ik zou. Moet ik in winter 20, 25 graden binnen? Niks tent niet meer. Hoe weten? Is dat je wat vlies? Ah, we moeten moedig. Maar dat. Voilà. Wacht, dat. Ik kom ook een goede lus zitten. Dat is toch het beste dat het met een goedheid het zover. Ik heb liever een dikke vis. Ja, ik ook. Ik heb liever maar, een dikke. Dat gaat mij zeker smaken. Dan moet ik niet over nadenken. Hè. Allee. Zeg, bon appétit. Smakelijk. Gezondheid. Zo zijn. Maar rustig trekken. Dan gaan wij aan de tortilla beginnen. Wat hebben we daarvoor nodig? Ei, een aardappel. Dat zijn de hoofdbestanddelen van een tortilla. Het is gewoon patatjes dat je over hebt, koude patatjes. Een aantal eieren. Hypnotiseren van vis en mens. Wat boter. Popupries. Nog wat Parijse champignons bijpakken. Een neusje. Ja. Ja, hij heeft het weer gedaan, Kurt. 15,9 kilo. En dat op mijn terrein. Maar ik wil maar één ding zeggen, proficiat. Het is Kurt, hè. Ja. Kurt blijft Kurt, hè. Wat was het? Kwart na 7, tweede dag. 15,9 kilo. Kun je nu nog moeier de dag starten? Prachtig. En op? Sneeman. Een sneeman. Sneeman. Ja. Zoals
Inderdaad, niemand. Zo simpel is het. Tweede ochtend van de sessie. Net voor het klaar worden, volle fluiter. Resultaat deze mooie spiegel van bijna 16 kilo. Het sneeuwmannetje heeft ervoor gezorgd dat we deze prachtige vis mochten vangen. Yeah! Hoe laat heb je die gevangen? Deze morgen. Deze morgen? Ja, 7:15. Ah ja. Ja, ideaal. Net voordat het klaar wordt eigenlijk. Ja. Nou, ideaal. Goed geslapen. En opgestaan met een beet. Meer moet dan niet zijn. Dat zal wel. Prima.